Dank u, voorzitter. Meneer de burgemeester, ik heb dit dossier bekeken en ik heb dus de statuten en de doelstellingen opgevraagd van de oprichtende leden van die nieuwe VZW. Dus de nieuwe VZW Eigen Kweek Oostende. En die stichtende leden zijn VZW Akkerwinde, VZW Buitenleven en CVBA Buitengoed. Begrijp mij niet verkeerd, de VZW die hier wordt opgericht heeft als doelstelling om een korte voedselketen in Oostende te promoten. Op allerlei manieren, dus eigen stadslandbouw aanmoedigen enzovoort. En dat is een nobele doelstelling waar wij volledig achter staan. Maar al die andere VZW's die stichtend lid zijn van die nieuwe VZW, wat toch op zich ook al, dat is niet zo ongewoon, maar goed, een aantal bestaande VZW's worden hier tot stichtend lid gebombardeerd van een nieuwe VZW in Oostende. Die bestaande VZW's hebben ook allemaal heel nobele principes, heel nobele doelstellingen. Maar ik wil u eigenlijk vragen waarom een aparte nieuwe VZW oprichten en waarom niet de doelstelling of de werking van een bestaande VZW een stuk uitbreiden. Omdat je dan op die manier een beetje vereenvoudiging hebt. Ik denk eerlijk gezegd, wij zijn voor administratieve vereenvoudiging, fiscale vereenvoudiging met mijn partij. We hebben dat hier in Oostende ook al verschillende keren aangekaart als het gaat over de vele lokale belastingen en retributies. Wel nu, ik wil parallel niet tot in het oneindige doortrekken uiteraard, maar niettemin. Veel VZW's, kleine VZW's, die zich bezighouden met zaken die misschien eigenlijk beter gecombineerd zouden kunnen worden. Dus dat is mijn vraag. Ik denk dat de transparantie ook wel te goede zou komen. Eerste vraag en eerste opmerking. En twee, de voorzitter is eigenlijk al gekend van die nieuwe VZW. Wordt opgericht, maar de nieuwe voorzitter wordt schepen Jean van de Kastelen. Alleen in VZW, oorspronkelijk dient dat natuurlijk om burgers samen te brengen die iets willen doen, die samen een bepaalde taak op zich willen nemen. Die VZW kan dan subsidies aanvragen aan de hogere overheid en voilà, we zijn vertrokken. Maar hier wordt er een nieuwe VZW opgericht, met onmiddellijk al als voorzitter Jean van de Kastelen. En ik moet Jean van de Kastelen feliciteren. In zijn fijne carrière had hij een rol opnemen in Eigen Kweek. Dat is toch een mooie fijne carrière, vind ik. Dat is ook goed voor Oostende, om daar zichtbaar in te zijn. Maar dus, mijn vragen zijn dus tweeërlei. Eén, kunnen we die naar een stukje meer vereenvoudiging gaan, meneer de burgemeester? Waarom nu die kleine, nieuwe, aparte VZW? En twee, ik stel me toch wel vragen erbij om hier onmiddellijk al een nieuwe voorzitter te gaan bombarderen, met name een schepen van de stad Oostende. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer de burgemeester, voor uw antwoord. Maar goed, het landschap blijft wel wat zij is natuurlijk in Oostende. We hebben die vier VZW's die op zich elk nuttig werk verrichten. Maar onze vraag is, probeer geïntegreerder te werken, meer samen te werken, in plaats van telkens nog een nieuwe structuur bij op te richten. Dus onze vraag is, vereenvoudiging, maak eens die oefening. Want we gaan niet blijven VZW steunen. Natuurlijk steunt de stad die VZW. De schepen wordt daar voorzitter van, subsidies zijn vrij snel uitgekeerd. Dus laat ons elkaar geen Lisbeth noemen. Dus ik wil u aanraden, u bent voluntaristisch en proactief genoeg om zelf ook een duidelijke visie te hebben. Probeer dus geïntegreerder te werken, maak eens die oefening. En wij sluiten ons aan, ik weet niet of dat collega aan CEO de stemming heeft gevraagd. Er komt sowieso een stemming.